Antje, vorig jaar was je al lekker bezig, maar het jaar begint nog beter. Ja, fijn hè? Ja, ik kan een goed jaar gebruiken, moet ik zeggen. Dus 2009, dat is goed begonnen en het is een heerlijk gevoel. Ik ben zelf een fan van Rutja Kot, om het maar zo te zeggen. Ik bewonder haar muziek enorm. En dat is wel een beetje de achterliggende gedachte ook wel een beetje. Gewoon Nederlandstalig de beter, Nederlandstalig popmuziek. En lekker ritme eronder, lekker plezier maken. Dus dat kan wel kloppen. Eind februari gaat het gebeuren. Het is mijn hele grote droom. Mijn eigen Nederlandstalige album. En we zijn heel druk bezig met het mixen en het afkrijgen. En ik heb nog vier nieuwe nummers ook opgenomen. Dus waarvan Vrije met jou er één is. En het is ontzettend spannend. Leuk. Ik vind zelf dat het een beetje de uitstraling heeft van wie ik zelf ben. Muzikaal gezien dan natuurlijk. Dus er staan heel veel energieke nummers op, want dat heb ik. Maar er staan ook heel veel mooie ballads op. Prachtige ballads. Daar hou ik ook van. Dus ik wilde mensen graag raken in mijn eigen taal. En ik denk dat dat heel goed gelukt is. Dus als mensen luisteren naar het album, weten ze een beetje wie ik ben. Ik heb altijd heel veel opgetreden in het land. Want dat vind ik heel erg leuk om te doen. Heel veel presentatieklussen natuurlijk vanuit het gevoel van verleden. En als ik nu optreed met mijn eigen liedjes, dat is zo bijzonder. Want ik heb altijd met het repertoire van andere mensen opgetreden. En nu zing ik mijn eigen liedjes, onder andere. Dat is te gek. En vooral als mensen dan je liedjes mee gaan zingen. Dat is wel een hele bijzondere ervaring, moet ik zeggen. Dus de agenda loopt lekker vol. Dus ik ben heel blij. De grote droom voor 2009? Toch wel een leuk klein hitje. Als dat enigszins erin zit, zou ik wel heel blij zijn. Ja. Vooral voor Nederlandse talige muziek is er bijna niets meer. Je had vroeger Nederland Muziekland op volle toeren. Ik heb daar vroeger ook altijd bij gedanst, overigens. Ik was danseres. Ik ken al die programma's. Maar je hebt ze niet meer. Dus waar moeten wij nou nog laten zien wie we zijn en welk liedje we zingen? Dus daar is het zeker heel erg belangrijk voor. Het is een podium voor de Nederlandstalige zangers en zangeressen in Nederland.